Dit is allemaal voorbereiding. We gaan bijna live. In 3, 2, 1. Welkom bij Climax. Leuk dat je kijkt, want iedere zondag zijn we weer om 1 uur te vinden op het kanaal en nemen we jullie mee op pad om de laatste ontwikkelingen rondom seks en drugs te ontdekken. Aha. Vandaag hebben we wel een heftig onderwerp. We gaan het namelijk hebben over het nieuwe wetsvoorstel van minister Grapperhaus omtrent verkrachting. We gaan het daar straks met Lilian over hebben. Zij is namelijk zelf verkracht en zij voert actie tegen deze nieuwe wet. Maar we beginnen eerst met een terugblik op de aflevering van vorige week. Toen hadden we het over het speedgebruik op Goeree, over Flakkee, ook wel het Witte Eiland genoemd. Ja. Jij was er niet bij, maar het was een pittige uitzending, weet je wel? Nachten niet van geslapen en jullie thuis ook niet, want wij vroegen jullie naar de stelling. Ik begrijp dat er op Goeree, over Flakkee, zoveel drugs wordt gebruikt. En jullie hebben massaal gestemd, 53% antwoorden. Nee, dat begrijpen jullie niet. Nou, daar heb je dus geen ene kut aan. Nou ja, ik denk dat 53% dacht, ik kan wel wat andere activiteiten bedenken in plaats van speed snuiven. Dat is ook wel gunstig. Okay. Ja, oké. Beetje 50-50 zo, toch? Ja, beetje ja 50-50. Het is 50-50. Nou, okay. Goed. Dan hadden we nog wat leuke comments gekregen, onder andere van Diadras. Hij of zij zei, ik ken veel mensen uit verschillende uithoeken van Nederland en mij valt het op dat drugsgebruik in rustige, saaie dorpen regelmatig hoog is. Zal waarschijnlijk uit eigen ervaring zijn. Doe een klein gokje. Ja, is dat zo? Ik zit te denken, ik zelf kom dan uit Veenendaal. Dat is op zich ook wel een rustig dorp. Ja. Maar ik heb dus zelf nooit van die drugsverhalen of zo meegemaakt. Is het dan een soort van boerenlanddorpsding? Oké, hallo. Ja, ik kijk jou even aan. En jou? Kijk, ik weet niet anders dan dat we gingen zuipen in zuipketen. Ik heb in geen mijn drugs. Jeugdige jaren ook nooit echt iets van drugs meegekregen. En hij is nu 38. Nee, maar verspuiten en slikken heb ik wel onderzoek hier ook naar gedaan een keer. En toen kwam ik er wel achter dat in kleinere gemeenschappen het vaker voorkomt. Omdat je ergens ook je vrienden niet kan kiezen. Als jouw vriendengroep toevallig heel veel gebruikt, dan is het logisch dat jij daar dan ook in meegaat. Omdat je hebt niet zoveel keus. We gaan nog eventjes naar Nadine van Drunen, want zij zei... Ik denk dat het meer de trend of cultuur is die ervoor zorgt dat er meer drugs gebruikt wordt. Peer pressure doet veel meer dan je denkt. Vooral in kleinere dorpen waar je niet veel keuze in vrienden hebt. Nou ja, Nadine, ik ben het helemaal met je eens. Twee zielen, één gedachte. Jij bent Nadine. Ik stiekem ben ik Nadine. You did this. Oké, over naar de orde van de dag. Verkrachting. Wanneer zou jij nou zeggen dat iets verkrachting is? Verkrachting is in mijn optiek altijd seks of penetratie tegen iemands wil in. Ja, dat is het. Want je merkt toch ook wel vaak dat het toch gaat om die discussie van... heeft diegene dan wel niet genoeg nee gezegd? En dat is zo'n rare discussie. Ja, en ik vind het ook vervelend dat we het daar eigenlijk nog steeds over moeten hebben, als ik eerlijk ben. Ja. Toch? Ik bedoel, hoe moeilijk is het? Nee is nee, oh my god. Maar ja. Ja, ik denk eigenlijk dat elke seksuele handeling die bij iemand anders verricht zonder consent... of zonder dat diegene consent kon geven, dat vind ik verkrachting. Ja, ja, kon geven, dat is ook interessant, want als je gedrogeerd wordt... Dan kan het niet. Ja, ja. Dan kan je geen ja of nee zeggen. Maar ja, goed, je had ook niet echt een keus. Ja. Toch? Ja, want eigenlijk hoe het nu zo er staat, is dat volgens de wet spreek je nu alleen van verkrachting als daarbij geweld of bedreiging komt kijken. Ja, dat is dan gelijk weer een stapje verder eigenlijk. Ja. Maar goed, dat brengt ons wel bij de stelling van deze week. Seks tegen de wil is ook verkrachting. Laat weten in de comments wat je hiervan vindt. Ja, en Jiva die zit nu met de reet in Portugal, maar die heeft wel net nog even een leuk straatinterviewtje gehouden om te kijken wat men daar nou eigenlijk van vindt. Wat is verkrachting? Zo, een heftige vraag. Oh. Dat je seks hebt, terwijl je het niet wilt. Gewoon nee is nee, als er ook gewoon seintjes zijn van iemand wil het niet, dus één keer nee zeggen is genoeg. Als iemand niet wil, als er niet duidelijk ja is gezegd. Ja, dat. Ik vind echt verkrachting vind ik iets dat je doet bij een meisje dat echt wel seks is, wat zij zelf niet wilt. Als de andere niet wil, toch? Als je met iemand seks hebt die niet wilt? Nou, ik vind überhaupt al voor de seks, gewoon seksuele dingen daarvoor ook al, dat als een meisje het niet wil, dat het gewoon al verkrachting is. Wanneer is het duidelijk dat iemand niet wil? Als die begint te slaan. Ja, serieus. Is dat het? Ik noem geen verkrachting als een meisje of een jongen heel stil blijft. Hij zegt alleen maar, ik wil niet. Stel je voor, je bent gedrogeerd of je was niet in staat om nee te zeggen. Dat is een ander verhaal. Absoluut, absoluut. Want je hebt geen ja gehad, dus. Ja, als je heel veel hebt gezopen en je zegt ja, kan het alsnog een nee zijn. Dat is zeker waar. Ja. Ja. Ja, maar dat is lastiger, vind ik. Dat twijfel ik ook al, want je hebt natuurlijk wel minder je eigen mening. En je kan minder iets zeggen omdat je onder invloed bent. Ja. Dus dat vind ik dan wel wat lastiger om te zeggen. Ja. Ja. Hoe dronken je ook bent, weet je dat je seks hebt. Dat is het...
Drogeren, ja. Okay, maar dat is wel verkrachting, vind ik dan. En stel je voor, mensen hebben seks gehad, er is niet duidelijk nee gezegd, maar achteraf blijkt dat een persoon het niet wilde. Is het dan nog steeds verkrachting? Ja, moeilijk. Je ziet ook meestal aan het gezicht van een meisje hoe ze zich gedraagt, of verkrachting of niet is. Ik denk wel dat er heel veel meisjes zijn, vooral tegenwoordig, die het heel erg moeilijk vinden om nee te zeggen, omdat jongens kunnen zich heel erg opdrukken tegenover andere meisjes. En ik snap dan heel erg goed dat je dan geen nee durft te zeggen, maar als jongen zijn, dan zou je dat wel een beetje aan de lichaamstaal kunnen zien. En ja, ik vind dat je dat wel aan kan voelen, denk ik. Oh, dat vind ik totaal geen verkrachting. Ik zou eruit lachen. Ja? Ik zou er echt uit lachen, ja, tuurlijk. Ze mag ook naar de politie gaan. Want inderdaad, in Nederland, als dat gebeurt en je hebt niet duidelijk aangegeven dat je het niet wilde, is ben je niet geen verkrachting? Strafbaar. Ja, maar dan had je het wel moeten zeggen, toch? Als de ander denkt dat ze het wel wil, nou, dan kan je rare praktijken krijgen. Oh ja, maar ik wou het niet, ik durfde het niet te zeggen. Mm-hmm. Dat is gewoon bullshit. Die gast. Huh? Die zegt, ik zou eruit lachen. Ja. Fuck. Maar ik schrik er ook van dat de meningen heel erg verdeeld zijn eigenlijk hierover. Toch? Ja, ja. Oké, dus daarom des te belangrijker dat we het vandaag over hebben. Lilian, goed dat jij er bent. Want meneer Grapperhaus heeft dus een nieuw wetsvoorstel ingediend. Ja. Waarbij hij eigenlijk een scheiding wil maken tussen twee dingen. Seks tegen de wil in en verkrachting. En seks tegen de wil in zou dan voor de gevallen gelden wanneer je bijvoorbeeld bent bevroren of gedrogeerd bent geweest. En dat zou er dan dus voor zorgen dat seks tegen de wil minder zwaar bestraft wordt dan verkrachting. Toch? Ja. Ja. En daarin maakt hij dus dan een onderscheid tussen wat seks tegen de wil is en wat verkrachting is. En ik denk dat hetgeen is waar de meeste mensen die tegen deze wet zijn ook tegen zijn. Is dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen iemands grens overgaan zonder geweld en iemands grens overgaan met geweld. En dat één wordt dan wel verkrachting genoemd en dat ander wordt geen verkrachting genoemd. En ik vind dat je daar slachtoffers geen recht mee doet om te zeggen dat ze dan eigenlijk niet verkracht zijn. En daarnaast is de strafmaat ook voor de helft. Stel, je bent gedrogeerd, dan krijg je niet bijvoorbeeld maximaal 12 jaar straf, maar maximaal 6 jaar straf. Dat is gek dat die verschillen er zo allemaal zijn. Ja. Ja, we gaan er straks nog wat dieper op in, maar Jamal, jij hebt wat cijfers. Ja, want verkrachting wordt momenteel al niet heel zwaar bestraft. De gemiddelde straf is 1,5 jaar celstraf. En de kortste straf sinds 2017 is 21 dagen. Wat? En daarbuiten zijn van de 37.000 aangiftes die jaarlijks worden gedaan, leiden slechts 102 zaken tot een veroordeling. Nou, werk aan de winkel. Ja. Dus dat is echt bizar weinig. En daarnaast is het ook wel handig om te zeggen dat de meeste slachtoffers niet eens aangifte doen. Dus er zijn heel veel zaken die niet eens terechtkomen bij de politie. Ja. Of... ja, want Lilian, we zeiden het net zelf ook al, jij hebt het zelf ook verkracht. Ja. Wanneer zou jij nou kunnen zeggen dat er dan sprake is van verkrachting? Nou, voor mij was het op het punt dat ik nee zei, had het al moeten stoppen. Maar ik denk dat we meer moeten gaan spreken van seks wanneer er sprake is van consent. En verkrachting wanneer die consent er niet is. En ik denk, de consent is bijvoorbeeld een volmondige ja of duidelijk aangeven dat je het ook echt wil. En ik vind zodra je dat niet hebt, moet je altijd checken. Maar ik vind het ook belangrijk om daarbij te zeggen dat je die consent ook op elk moment weer kan intrekken. Mm-hmm. Dus stel je denkt halverwege, iemand heeft het condoom al om of zo, en je denkt halverwege van, ook wel toch niet. Ja. Dan vind ik ook niet dat je dan verder mag gaan. Dus ik denk, daar moet de wet meer om gaan draaien in plaats van om die geweld... die daad van geweld. Die scheiding daar zo in. Ja, precies. Ja. Ja. Want wat vind jij er dan van dat in dat filmpje die jongens zou zeggen van er moet nee worden gezegd? Ja, ik vind dat je het moet omdraaien. Er moet ja worden gezegd, toch? Ja. Ja, en de scheiding moet niet liggen in een duidelijke nee. Want je kan er veel meer dingen hopelijk zien dat die ander dat niet fijn vindt. Ja. Maar dat nieuwe wetsvoorstel dan. Ik denk dat dat in het leven is geroepen om het beter te maken. Ja. Maar hoe kijk jij dan naar die seks tegen de wil wet aan? Waar ik me eigenlijk het meest aan erger is dat het beestje niet bij de naam genoemd wordt. Want wat ben je dan als je veroordeeld bent voor seks tegen de wil? Ben je dan een seks tegen de willer of ben je dan een verkrachter? Welk labeltje kan je daar dan aanhangen? En dan vind ik dat er een beetje een soort gat in de wet komt voor mensen die een bepaald delict begaan zijn. Hmm. Dat ze dan eigenlijk geen verkrachter genoemd worden. Dat vind ik allereerst heel erg kwalijk. En ik vind dat je daar slachtoffers daar geen recht mee aan doet. En ik vind dat gewoon heel krom. Maar wat denk jij dan dat de intentie was van deze wet? Nou,
Wat? De intentie is ontzettend goed, want de wet zoals die er eerst lag, was ontzettend verouderd. En daar was dus nog helemaal geen sprake van het benoemen van consent of het benoemen van een vriesreactie. Wat Grapperhaus dus nu wel aan het integreren is, van dat, dat er iets in de wet komt over... Over dat stuk? Nou, ja, dat je dus... Kan bevriezen. Sorry, je zegt freeze, wat bedoel je daarmee? Nou, je hebt drie verschillende reacties die je kan hebben op een traumatisch moment. Dat is fight, flight of freeze. En die freeze reactie, dat bevriezen, dat volledig vastgenageld staan en niet weten wat je met jezelf aan moet, dat is dus helemaal niet opgenomen in deze wet. En dat heeft Grapperhaus dus hiermee wel geprobeerd te doen. Dus mensen die dus niet in staat zijn geweest om van zich af te trappen of vanuit een instinctieve reactie, dat ook in de wet omschreven staat. Dat het in elk geval, dat die freeze reactie er ook in is opgenomen. Maar het ding is dat hoe ze dat nu hebben gedaan is eigenlijk achteraf het slachtoffer nog een soort van de schuld geeft van... je had eigenlijk van je af moeten schoppen of je had moeten gillen of je had iets moeten doen. Dan was het wel verkrachting geweest, want dan was er sprake van fysiek geweld of dwang. Ja, maar omdat jij niks hebt gezegd, omdat je niks hebt gezegd vanuit je instinctieve reactie, is het geen verkrachting. Ja. En dat vind ik zo'n schop na voor slachtoffers en ook voor mezelf. Nou ja, en ik denk dat we kunnen concluderen dat de intentie heel goed is, de uitvoering wat minder. Maar in ieder geval heel tof dat jij hier zo voor inzet en je verhaal je wilde doen. Yes. In ieder geval sluiten wij af met het favoriete seks- en drugsnummer van de gast. Cybersex van Doja Cat. Maar het past echt heel erg goed bij de coronatijd. Oh ja? Hoezo? Omdat het online, het gaat over online. Oh ja, cybersex. Nou, we hebben het gehad voor vandaag. Gaan we dan nu twerken op Doja Cat? Nou, ik kan niet twerken. We. Jamal, jij kan twerken. I'm